dames en heren, jongens en meisjes. Meester Hidde hier terug met een nieuwe vlog voor de Blockdown Challenge, want we zitten thuis. Wat ik vandaag wil uitleggen is eigenlijk een gebergte, loefzijde, lijzijde, regenschaduw. Oftewel, dit is de oceaan, aanlandige wind, dit is de wolk. De wolk komt naar de berg toe en moet over de berg heen. Zodra de wolk over de berg heen moet, wil die uitregenen. Oftewel, aan deze kant van het gebergte zal veel regen vallen. De wolk reist door, is inmiddels al uitgeregend, dus aan deze kant van de berg zal het droog blijven. Ezelsbruggetje, loefzijde, draai die letters om, krijg je voel. Aan de loefzijde kan je de regen voelen, aan de lijzijde niet. Oftewel de regenschaduw van een gebergte. Voorbeelden in de wereld, de Sierra Nevada aan de westkust van de VS. Aan de ene kant valt regen, aan de andere kant is het droog. Dus aan deze kant begroeiing, bomen, planten, etc. Aan de andere kant dood, denk aan Death Valley in de Verenigde Staten. Loefzijde, lijzijde, regenschaduw, creatief zijn met wc-rollen. Echt rolmodel. Niet gehamsterd, ik had ze al in huis. Maar de challenge is homeschooling, lockdown. Dus leg met spullen thuis gewoon je onderwerp uit. Mag elk vak zijn, hoeft niet aardrijkskunde te zijn. Ik nomineer leerlingen en docenten. Namelijk Channer, Nuhela en Tim. Laten we deze challenge gewoon doen. We moeten blijven leren, we gaan door. Shoutout naar Young Hidde hier zo. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Ik zeg... ciao. Paragraaf 1.1 en het is nog niet de laatste. Mijn juf leerde me altijd dat...